Carla, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, hoe is het met mij? Ja. Ik leef maar met de dag. Ja, ja. Zo moet ik het maar even zeggen. Ja, want iedereen kent het verhaal wel in Middelburg. Hè. Het was een jaar geleden deze maand dat Wilfred is overleden. Klopt. En laten we het er niet te lang over hebben, zou ik zeggen. Want het blijft verdrietig. Hè. Blijft verdrietig, ja. Ja. Zeker omdat hij morgen dan 55 zou zijn geworden. Oh, dat was deze week. Ja, dat is morgen. Dus het is toch een hele beladen periode nog. En, ja, precies. Ja, maar goed. Wilfred was natuurlijk, dat waren jullie samen eigenlijk. Maar Wilfred was altijd een boegbeeld van Ritterrok voor de Molukken. En nu neem jij zijn werk over. Hè? Want voor de goede doelen willen jullie blijven inzetten. Ja, want dat heb ik ook altijd tegen Wil gezegd. Hè? Als er wat met één van ons iets zou gebeuren, kan ook met mij zijn, dan moet hij dat altijd voortzetten. Wat er ook gebeurt, ook al is het bij wijze van spreken dat ik de dag voordat zo'n evenement is, dat ik wegval, dan moet je gewoon doorgaan. Ja. Want de kinderen op de Molukken, die hebben onze hulp gewoon nodig. Ja. En dat hebben we altijd tegen elkaar gezegd. Dus vandaar dat we ook Rock voor de Molukken gewoon door zullen zetten. En de motorrit. En dat klinkt natuurlijk kan je dat, maar lukt het ook allemaal wat? En dan komt er best wel wat kijken. Je moet bands regelen, je moet de zaal regelen. Ja. Of heb je daar een beetje hulp bij? Gelukkig heb ik hele goede hulp van jonge mensen ook. Zoals mijn zoon en mijn neefje, Chris, maar ook de rest van de familie. Die allemaal een steentje bijdragen. En hele vrijwilligers die er al waren. En dat zijn vaak ook vrienden van Wil. Ja. Dus die ook allemaal. En ook de Molukken een goed, hoe noem je dat? Een warm hart te dragen. Ja. Moet ik het zeggen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus dat is heel mooi. Dan kan het gewoon allemaal doorgaan. Dan kan alles doorgaan. Ja. Dus en dan ben ik wel blij. Ik heb de juiste mensen op de juiste plek gezet. En die dragen het nu met trots ook. Om het voor te zetten. Nou, super mooi dat gebeurt. En nu zijn we in de spot. Daar is dus ook vrijdag Rock voor de Molukken. Klopt, ja. Kan je er wat over vertellen? Want we hebben twee bands. Ja. Eerste band is Highway Child. Highway Child is de hoofdband. En de tweede band is Treasure. De Jonkies. De Jonkies. Ik moet even wennen, want ik heb ze al eerder gezien, de Jonkies. Toen met Woodstock, geloof ik. Woodstock hebben ze gespeeld. Toen heb ik ze ook gezien. Ja, en toen dacht ik, dat wordt nog wat hoor. Dat is echt een leuke band om erbij te hebben. En toen hadden we al die gedachte dat we dat wilden doen. Maar toen kwam corona, geloof ik. Hè. En toen is dat niet gelukt. En ik ben blij dat ze er nu bij zitten. En inmiddels zijn ze wel al 14 of zo. Precies. Dat zijn echt Jonkies. Ja, dat is superleuk. Vond ik het ook grappig, want ik heb twee weken terug met Kees Petit gezeten en die is ook altijd nog betrokken bij alles en nog wat in de stad. Ja. Maar die vertelde dat de band Highway Child die spelen, die stonden dus 40 jaar geleden, eigenlijk op deze plek was vroeger de Cavern. Ja, klopt. En dat was een van de eerste bands die hier optrad. Dus eigenlijk is het ook een soort reunie optreden van die band. Een reunie van de band, hè. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, dat ze dan toch na 40 jaar hier weer terug willen komen. En eigenlijk ook weer vernieuwend ook, hè. Dus met vernieuwde materialen. Dus, ja, en ze hebben ook zelfs Jamie uit Vlissingen, ik heb zijn achternaam vergeten. Maar die is net toegetreden tot de band als drummer. Dus die staat van de week in de bode. Ja, kijk. Dus er zit nu ook een Zeeuw in, want het is Rotterdamse band eigenlijk. Nou, dan is het helemaal leuk natuurlijk, hè, om dan hier het feestje te vieren met de nieuwe drummer, om dan te zeggen van en het goede doel. Ja, dat is natuurlijk leuk. Het wordt gewoon een gekke rockavond, want het is wel echt rock, hè? Het is een beetje Deep Purple-achtige muziek en dat soort dingen, toch? Ja, zoiets dacht ik, hè. Dus, en wat ik wel leuk vind, kijk, je ziet niet zoveel rock meer, hè, eigenlijk in de stad sinds Barre Merkelweg is gevallen. Precies. En daarom wilden we dit toch vasthouden. Dat is ook wel iets wat we dachten van, waar gaan we het dan doen? En dan is de spot wel de goede gelegenheid. Perfecte locatie, ja. Precies. En dan in combinatie met rock en dan de volgende keer weer wat anders. Maar rock is toch wel, en dat was ook Wilfred zijn ding. Ja, dus, die hield er ook wel van, dat weet ik ook nog wel. Rock is echt zijn ding, dus dat moeten we ook, want we zijn hier voor niks Rit en Rock voor de Molukken. Precies. Dus dat wordt gewoon lekker rocken en dat begint om 8 uur? Ik moet even naar Chris kijken. Om 8 uur gaan we weer open, 8:30 starten. Start de eerste band. Ja. En dat is een tientje entree, dat is dus voor het goede doel? Tientje entree is voor het goede doel en daarnaast is er ook een cateringbedrijf. Dat dacht ik wel, want dat is altijd, een Molukse feest is altijd wel wat lekkers te eten, toch? Ja, altijd wat lekkers te eten. Precies. En dus, heb je nog niet gegeten, kom gewoon naar de spot en ga daar wat lekkers eten. Een satéetje of een lumpiaatje, dat precies. Is ook allemaal. Gewoon gezellig, lekker. Gewoon en gezellig. En met iedereen zal de avond ook
ook nog wel aan Wil denken. Hè? Dus er zal ook nog wel een traan misschien eens vallen. Maar we maken het toch gewoon een gezellig. Maar ik weet zeker, als Wil meekijkt, dat hij ook wil dat wij met z'n allen gaan rocken. Precies, uit ons dak. Uit ons dak, dat is de bedoeling. Ja, super. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. En nog een allerlaatste vraag. Wat de rit voor de Molukken is die dit jaar ook weer? Ja, de 16 juni is dan de Makko Petita, maar daar komen ook altijd beentjes. Juli of juni? Juni, Nico. Okay. En dan 17 juni is dan de motorrit zelf met daarnaast nog allerlei beentjes en ook hele leuke, goede beentjes. Maar dat is dan inderdaad van rock tot en met funky, van alles, DJ. Ja, van alles. Nou, superleuk. Dus we hebben nog van alles voor de boeg. En Kees Petit zei dat later dit jaar, dus in september, dan komt hij ook op die 40-jarig bestaan van de Kevin ook nog terug. Maar dat, daar komen we later op terug. Ja, 22 september. Dus misschien kunnen ze toch wel alvast noteren. Ja, precies. Hey, helemaal goed. Dankjewel voor je toelichting. En ik zie je vrijdag. Tot vrijdag.